Hey jongens, ik hoop dat alles goed gaat met iedereen en dat iedereen een hele leuke dag heeft gehad en een hele leuke avond heeft. En ik wil je bedanken voor deze video, voor het kijken van deze video. Vind ik altijd tof dat je er tijd voor wil vrijmaken. Ik wil het even hebben over Haptamu de Hoop en Johan Derksen. Gisteren is er bijvoorbeeld besloten dat Friesland 18 miljoen euro krijgt van de staat voor de Friese taal. En natuurlijk is het Fries is ook een beetje cultureel erfgoed hè, van Nederland. Want je hebt gewoon twee echte talen in Nederland. Dus het Nederlands en het Fries. En daar heeft Haptamu de Hoop heeft daar heel erg voor gestreefd. En ja, dat is gewoon gebeurd. En nou ja, Johan Derksen was daar niet echt mee eens. Die vond het een beetje achterlijk dat 18 miljoen naar Friesland gaat. Maar ik heb zoiets van, ja, weet je, het is mooi. En ik vind dat leuk dat Friesen heel trots op hun provincie zijn. En op hun taal. En dat vind ik allemaal mooi. Ik ben zelf een Haarlemmer. Ik kom uit Noord-Holland. Dus ik heb er heel weinig over te zeggen. Ik ben wel een paar keer in Friesland geweest. En het is een topprovincie, jongens. Echt een fantastische provincie. En ik heb er altijd met heel veel plezier mijn vakanties gevierd daar in de zomer. Maar Haptamu, de Hoop, heeft daar toch wel invloed op gehad. En die heeft in een interview gezegd dat hij daar heel erg blij mee is. Dat de Friese taal en dat het Friesland 18 miljoen ervoor krijgt. En daar was Johan Derksen was het daar niet mee eens. En nadat hij het interview met Haptamu de Hoop had gezien, heeft hij gezegd dat Haptamu de Hoop geen echte Fries is, omdat hij van Afrikaanse afkomst is. Nou, dat is natuurlijk bullshit, want Haptamu de Hoop woont al sinds dat hij 8 maanden is in Friesland. In het dorp Hommels. Daar is hij opgegroeid. En hij is geadopteerd. Hij komt uit Ethiopië. Daar is hij geboren. En daar is hij na 8 maanden geadopteerd. Door het Friese stel De Hoop. En hij is dus vanaf zijn 8e maand is hij in Friesland opgegroeid. En hij spreekt de Friese taal. Hij is gewoon opgegroeid. Het is gewoon een echte Nederlander en een echte Fries. En die is gewoon vanaf zijn 8e maand woont hij al in Friesland. En hij zegt ook in een bericht naar Johan Derksen, zegt hij ook van ja, ik heb gewoon een echt Friese opvoeding gehad bij mijn ouders en zo. En hij reageerde heel positief op Haptamu de Hoop. En ook best wel vriendelijk naar de reactie van Johan Derksen. En ik vond de reactie van Haptamu de Hoop echt heel goed. En hij zei het ook in het Fries, had hij een boodschap voor Johan Derksen. En dat was gewoon grandioos, heel rustig. Helemaal geen haatbericht, maar gewoon met alle respect. En hij vertelt gewoon over zijn Friese achtergrond. Dat hij een trotse Fries is. En in ieder geval heel mooi gedaan. Haptamu echt heel correct en goed gedaan. En dan was hij aflevering van Vandaag Inside, daar was ik wel een beetje benieuwd naar. Want ik heb dus die aflevering van gisteren heb ik gekeken, Vandaag Inside. Waar Johan Derksen dus zei dat Haptamu de Hoop geen echte Fries was. Omdat hij dus van Afrikaanse afkomst is. En je zou dan denken, Johan Derksen die gaat zijn excuses aanbieden. Dat zou je dan denken, hè? Want hij heeft zoveel ellende over zich heen gehad de afgelopen dag. En zoveel bakken met stront komt er dan op Twitter. En van Johan Derksen racist is. Dat hij al 25 jaar racist is. Dat het niet langer zo door kan gaan. Dat Vandaag Inside gecanceld moet worden. Dat Johan Derksen moet gecanceld worden. En Johan Derksen die zegt ook van ja, ik ga niet meer excuses aanbieden. Omdat ik het niet wist. Omdat hij niet de achtergrond van Haptamu de Hoop kende. Hij was niet bekend met het feit dat Haptamu de Hoop al vanaf zijn 8e maand in Friesland is opgegroeid. En dat hij gewoon een trotse Fries is. En dat hij zich echt Fries voelt. En met eigen Johan Derksen zegt dus ja, je bent van Afrikaans kom af. Je hebt een kleurtje. Dus jij kan geen Fries zijn. Dat is eigenlijk lukraak wat Johan Derksen heeft gezegd. En dat kan men als racistisch ervaren. En ik snap het eigenlijk wel. En dus dan denk je bij jezelf, ja, Johan Derksen die gaat zijn excuses aanbieden. Maar ook met dat Akwasi en ook met het kaarsincident. Johan Derksen die geeft niet zo snel zijn excuses voor iets. Die biedt niet zo snel zijn excuses aan. En dat is al vaker gebeurd. En dat moeten we gewoon
als maatschappij moeten we dat accepteren dat Johan Derksen een beetje koppig is. Hij is 75 en volgens mij heeft hij in zijn 75 jaar dat hij leeft nooit sorry gezegd. Dus nou ja, dat is ook bij wijze van spreken, want hij zou heus wel een paar keer sorry hebben gezegd in zijn leven. Maar dit was heel ongelukkig en hij had beter gewoon kunnen zeggen van nee, ik zat fout, ik bied mijn excuses aan en ook helemaal oprecht naar Haptamu de hoop, want ja, wat ik heb gezegd, dat kon echt niet en het was ontzettend stom van me, maar dat heeft Johan Derksen niet gezegd, omdat Johan Derksen ervan uitgaat dat hij het niet als racistisch bedoelde. Hij wist niet, hij was niet bekend met de achtergrond van Haptamu de hoop. En hij zegt ook dat het een soort van storm in een glas water was. En daar ben ik het wel mee eens. Want jongens, wat er nu gebeurd is, vandaag is hij, het gaat gewoon verder. Gaat gewoon weer afleveringen maken. Morgen gaat het weer over andere onderwerpen. En dan zijn we een week verder. En dan hoor je geen haanden meer om kraaien wat er is gebeurd met Haptamu de hoop. Twitter is ook soms een momentopname. En dan denk je van, nu wordt vandaag een site gecanceld. Want nu is Johan Derksen echt te ver gegaan. Maar mensen gaan door met hun leven. Haptamu de hoop, die echt een heel goede boodschap had voor Johan Derksen, in het Fries zei en in het Fries vertelde. En gewoon heel positief en heel vriendelijk erop reageerde. En echt vertelde van, ja, ik ben een echte Fries. Ik woon hier al sinds dat ik 8 maanden ben. Ik heb ben op een boerderij opgegroeid. Nou ja, in ieder geval heel tof. Iedereen gaat door met zijn leven. Dus vandaag is het wordt niet gecanceld. Daar had ik ook helemaal niet op gerekend. Ik had wel gerekend vandaag op een excuus van Johan Derksen. Voor Haptamu de hoop. Maar dat is niet gebeurd. Ik vond wel heel sterk wat Lilian Marijnissen zei. Een oud collega van Haptamu de Hoop in de Kamer. Haptamu de Hoop is een politicus van GroenLinks PvdA. En die kent Lilian Marijnissen dus. Dus Lilian Marijnissen voelde wel eventjes aan de tand bij Johan. En die wilde wel eventjes dat Johan Derksen echt even wist hoeveel dit kon betekenen voor hem. En hoe beledigend het kan zijn voor Haptamu de Hoop. Dat dat Johan Derksen zegt van hij kan geen Fries zijn, want hij is van Afrikaanse afkomst. En Johan Derksen zei er ook nog bij van, ik ben toch ook een Nederlander en geen Surinamer. En nou ja, in ieder geval, het kwam echt, het maakte heel wat boze tongen los. En het viel bij sommigen echt in het verkeerde keelgat. Maar het mooie is hiervan, jongens, dat Haptamu de hoop gewoon goed op reageerde. Die reageerde gewoon rustig. En al die Twitterberichten met Johan Derksen is een racist en Johan Derksen moet gecanceld worden. Ja, dat kunnen mensen wel denken, maar dat gaat niet gebeuren. Johan Derksen is 75, die heeft geen social media, die let daar helemaal niet op. Dus ik had eigenlijk al wel verwacht dat het weer zou overwaaien, weet je. Dat gaat ook weer gebeuren en iedereen gaat weer door met zijn leven. En nou ja, Johan Derksen heeft weer niets excuses aangeboden. Dat vind ik toch wel spijtig, maar ik had er al rekening mee gehouden, want dat doet hij nooit. Bij de Kaarsrel heeft hij dat niet gedaan. Bij Aquasi heeft hij dat niet gedaan. En bij deze keer zou hij het ook gaan niet doen. Maar hij heeft gewoon gezegd van, het was niet mijn bedoeling. Het was niet racistisch bedoeld. Het is een storm in een glas water. Het is gezegd, maar ik had er beter over moeten nadenken. Dat heeft hij gedaan. En hij zegt ook van, als ik nu mijn excuses zou aanbieden, dan zou het hypocriet zijn. In ieder geval, het is dus niet gebeurd. Hij heeft niet zijn excuses aangeboden. Maar wat er allemaal is gebeurd de afgelopen dagen in verband met Haptamu de Hoop en Johan Derksen, het is altijd een momentopname. En het waait wel weer over, jongens. Over een week hebben we het weer over andere dingen. Laten we er niet zo'n heel groot probleem meer van maken. Het is gebeurd. Het is een ongelukkige uitspraak van Johan Derksen. Het is heel ongelukkig voor Haptamu de Hoop, maar Haptamu heeft heel goed gereageerd. Echt top, jongen. Echt fantastisch. Je bent gewoon, voor mij ben je een echte Fries. En je doet gewoon hartstikke goed in de politiek. En fantastisch gereageerd. Echt heel volwassen. En spijtig dat Johan Derksen geen excuses heeft aangeboden. Maar dat waren we ook niet anders gewend van hem. Maar jongens, wat ik wil even zeggen is, dit is een storm in een glas water. En zo heb ik het ervaren. En hopelijk leert Johan Derksen hier wel wat van.
dat dit gewoon niet gezegd kan worden. Dat je niet iemand kan, iemand kan een conclusie kan trekken vanwege iemands huidskleur. Dat kan gewoon niet. En dat was gewoon ook heel, heel dom en heel naïef van Johan Derksen om dat te zeggen. Dus heel stom en dat kan gewoon niet. En denk voortaan wat langer na, Johan, voordat je wat zegt. En ik weet dat het live televisie is. Ik weet dat er soms dingen fout gaan. Ik vond dat Wilfried Gené trouwens ook echt pluim verdiende. Die deed het ook hartstikke goed. Die kwam ook op voor Haptamo de Hoop, net als Lilian Marijnissen. René van der Gijp was een beetje afwezig bij dit onderwerp, maar goed. Ja, jongens, bedankt voor het kijken van deze video. Wat mijn conclusie is, het is een storm in een glas water en we gaan gewoon door met ons leven. En door Haptamo de Hoop's goede reactie is het niet al te groot geworden, maar ik wilde toch eventjes mijn mening erover delen. Dus laten we gewoon weer verder gaan. Johan Derks gaat weer verder met Vandaag Gezeid. En natuurlijk wordt hij niet gecanceld hiervoor. Maar het is gewoon een beetje dom hoe die heeft gereageerd. En een beetje naïef. Dus anyway jongens, bedankt voor het kijken van deze video. En ik wens jullie nog een hele fijne avond. Oké, jongens, ciao ciao, doei doei.